Een hele goede dag. Het is vandaag 3 juni 2023. En we zijn in het Natuurpark Dobrac. Het is natuurlijk in Carinthië. We zijn in de buurt van Villach. Het is een natuurpark waar je natuurlijk op bepaalde gedeeltes niet mag komen. Maar er is een mooi pad naar boven toe. Dus wij gaan met een gids gaan wij het park in. We gaan uiteraard naar de top en we zitten nu zo'n beetje op 1700 meter. En de top ligt op 2150 meter. Tot er gaat hebben we een klein beetje pech op deze hoogte dan. Want het is mistig. En wellicht dat het boven hopelijk de bewolking gaat breken. Zodat we toch nog een mooi uitzicht hebben. Langs de route die je hier gaat afleggen omhoog staan er allerlei informatie aangegeven wat je hier zo al kunt vinden. Je hebt hier echt geweldige grotten. Wat ik begrepen heb is dat het mooi is voor het plaatje. Ze laten niet zien waar het is, want dan komt er een soort overtoerisme. Dat is al eens gebeurd bij een aantal grotten die ze later weer hebben moeten sluiten. Nou, hier zie je nog eens een mooi fotootje. Hoe het uitzicht hier boven kan zijn, we zijn benieuwd. Op de palen die je tegenkomt kun je dus aflezen niet alleen hoe hoog je zit, 1758 meter. Maar wij gaan naar de Dobraatse Gipfelhout. En dan zie je dat we nog 1 uur en 3 kwartier moeten lopen. Nou, aan de rechterkant daar, de jongen met die blauwe mouwen, daar, dat is onze park ranger. Op de weg naar boven kom je toch ook in juni nog wat sneeuw tegen. Nou, nog een klein stukje lopen naar de top. We zijn bijna boven gekomen en bovenaan. Daar staat natuurlijk een klein kerkje. Ook nog maar eens even in het kerkje gaan kijken. Nou, dat ziet er toch echt wel uit, toch, als een kerk. Er zijn hier ook diensten. Staat hier aangeplakt, niet veel. 25 juli, 15 augustus en 8 september. Helaas heeft het weer ons toch een klein beetje in de steek gelaten. De nevel is toch wel blijven hangen. En het lijkt ons beter om weer richting het dal te gaan. Alhoewel het dal waar wij heen moeten lopen ligt ongeveer op 1700 meter. Dus dat is zo'n 450 hoogtemeters die we naar beneden moeten lopen. En af en toe, zoals jullie hier zien, is er dan eventjes door de sneeuw heen lopen. Maar uiteindelijk is het straks alleen maar pad. En het gaat toch bij onze afdaling toch nog een beetje breken. Je zal het net zien. Nou, hier voor ons weer een sneeuwveldje die we door moeten. We zijn weer aan het einde gekomen van onze klim, zeg maar in het natuurpark Dobrac. Nou, we hebben de top in ieder geval gehaald. Het weer, dat was zoals jullie kunnen zien, wat mistig. Maar neem van mij aan, als het weer hier echt goed is, en dat is het meestal in de zomer absoluut wel hier in Carinthië. Nou, dan heb je echt een fantastisch uitzicht overal waar je kan kijken. En je bent ook nog sportief bezig. Nou, met deze beelden ga ik afsluiten. Want daarbinnen gaan wij nog eventjes een drankje doen. En misschien nog wel eventjes een wienersnitzel naar binnen. Ja, binnen gooien. Nou, dit was het. En ik zeg maar weer de groeten. We zijn nog even gestopt op een mooi uitzichtpunt. Want we zitten onder de bewolking.
Daarboven zijn wij geweest. Maar kijk eens eventjes aan. Ja, dat is best een hoogte. En zeker als we hier staan. Fantastisch mooi uitzicht over het dal. Waren we mensen met hoogtevrees? Nou, je staat hier gewoon echt naar beneden te kijken.